NEC bereidt zich deze week voor op de wedstrijd in de KNVB-beker tegen Cambuur Leeuwarden. Toch blikken we nog even terug op de wedstrijd van zondag. NEC verloor thuis met 1-2 van PSV. Wederom in de slotminuut. Duurt een wedstrijd voor NEC niet gewoon net wat te lang? Nee, 2x90 is prima. Ik snap 2x90 je, zelfs? Oh, sorry, 2x45 is prima. Ik snap wel wat je bedoelt uiteraard. Dat is een aantal keren gebeurd dit seizoen. En daar moeten we lering uit trekken. Proberen dat om te draaien. Maar aan de andere kant, je doet ook 80 minuten heel veel goede dingen. En die moet je ook blijven benoemen. Je zei na de wedstrijd van ik ben niet boos op Tafsan. Toen die 1-1 met de keeper kwam. Was je wel op iemand anders boos? Of was je überhaupt boos op de ploeg dat ze het niet vol konden houden? Nee. Ik vond het ook een wereld van verschil met de wedstrijd tegen RKC. Uiteindelijk speel je gewoon tegen de koploper. En heb je denk ik 60, 65 minuten het ook voetballend heel goed gedaan. Nou, daarna hadden we gewoon ook in balbezit waren we minder en kwamen we minder onder de druk uit. Nou, en zij gooiden nog het tempo erbij en op een gegeven moment was het voor ons eigenlijk niet mogelijk om er meer af te komen. Ja, en dan is het is niet wachten op een goal, maar dat kan natuurlijk wel gebeuren. En dat is ook een ander gevoel dan tegen RKC. En uiteindelijk levert het even op punt op. Hoe zie je dan zo'n wedstrijd nu op donderdag in de KNVB-beker tegen Cambuur? Zie je die als misschien een goede generale voor de twee belangrijke wedstrijden in de competitie? Of vind je het echt een belangrijke wedstrijd om maar door te gaan in de KNVB-beker? Nou ja, kijk, wij willen wel graag door in de beker, hè, maar de competitie is voor ons het allerbelangrijkste. Op het moment dat wij ons handhaven is de belangrijkste prijs, zou ik maar zeggen. Maar wij willen wel graag morgen gewoon een goede wedstrijd spelen en door. En we hebben meerdere spelers die kunnen spelen, dat heb je de afgelopen weken ook kunnen zien. Dus wat dat betreft is het morgen een mooie wedstrijd. Is het ook wel weer een mooie kans om wat andere jongens extra speelminuten nu te geven? Of zeg je van nou, ik start gewoon met mijn 11 beste spelers? Er zullen wel wat jongens spelen die misschien de laatste weken wat minder hebben gespeeld. Ja, en ik denk dat het ook hartstikke goed is omdat we die ook nodig hebben in het seizoen. En die hebben ook al laten zien dat ze in dit elftal kunnen spelen. Ik kijk ook een beetje soms naar zondag. Hè. Het is natuurlijk maar kort dag van donderdag naar zondag. Dus jongens die misschien wat kleine klachten hebben, zullen we daar misschien in sparen. Maar uiteindelijk zal er morgen een elftal staan wat Van Cambuur kan winnen. Donderdag om 6:00 wordt er afgetrapt in Leeuwarden. Cambuur tegen NEC in de KNVB-beker natuurlijk ook weer live te volgen bij RN7.